Beste mensen, we zijn vandaag hier bij elkaar gekomen om een uitdaging te bespreken waarvan de urgentie moeilijk overschat kan worden. Meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs. Deze ambitie is niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid, zoals vooropgesteld in de Sustainable Development Goals, maar ook een kwestie van productiviteit. Als we als land voldoende geschoolde werkkrachten willen in de komende decennia, niet in het minst in het zorg, onderwijs en STEM, dan is het belangrijk alle beschikbare talenten te benutten. Dat is ook de ambitie van de regering. Een hogere werkzaamheidsgraad bekomen en een voortrekkersrol spelen in de kenniseconomie. Maar die ambitie staan of vallen met onze capaciteit om diversiteit en gelijke kansen in het hoger onderwijs te realiseren. In dat oogpunt is de thematiek van vandaag dus een urgente zaak. Ik kom al bijna 20 jaar in Vlaamse aulas, eerst als student, dan als docent. En ik kan jullie het volgende garanderen. De etnische samenstelling van onze studenten is niet representatief voor onze samenleving. Waar 1 op 3 jongeren in Vlaanderen een niet-Europese roots heeft, is de verhouding aan de universiteiten slechts 1 op 7. Als het gaat over gelijke kansen in het onderwijs, doen we het niet alleen slecht, maar we doen het ook eens slechter dan in andere Europese landen, zelfs onze buurlanden. En dat zie ik ook wekelijks wanneer ik lesgeef in Nederland en telkens opnieuw moet vaststellen dat mijn aula daar veel diverser is dan hier in Vlaanderen. Maar het is niet alleen in de aula dat er een probleem van homogeniteit is, ook vooraan de aula. Er is amper sprake van etnische diversiteit als het gaat over docenten, lectoren, proffen en het hoger onderwijs. En dit is eigenlijk een dubbel probleem, omdat het ook betekent dat we weinig representatie of voorbeeldfiguren hebben voor onze potentiële studenten van kleur. You cannot be what you cannot see. En ik durf ons al helemaal niet te vergelijken met Amerikaanse en Britse topuniversiteiten als het om diversiteit en inclusie gaat. Wat je ziet is geen stokfoto die ik op internet heb gevonden, maar eigenlijk gewoon het random foto van Stanford University. Als we de ambitie hebben om met deze topuniversiteiten te concurreren, dan moeten we dat niet alleen doen op vlak van onderzoeksoutput, maar ook op vlak van diversiteit. Des te meer omdat diversiteit ook een belangrijke input vormt voor die kwaliteitsvolle output. Decennia aan onderzoek laat zien dat genderdiversiteit, maar ook zeker etnische diversiteit, binnen organisaties samengaat met meer innovatie, meer productiviteit. Meer diversiteit belooft immers meer verschillende perspectieven, wat, als deze gehoord en gewaardeerd worden, kan leiden tot meer creatieve oplossingen, tot meer innovatie. Het is dus geen toeval dat cutting-edge innovaties komen van teams met diverse wetenschappers. En ook in Vlaanderen is dat het geval. Wat diversiteit betreft hebben we dus nog een lange weg af te leggen. Hoe ver die weg is, valt niet precies te zeggen. Momenteel hebben we immers onvoldoende cijfers over diversiteit als het hoger onderwijs gaat. En de bestaande cijfers zijn niet erg transparant of worden niet regelmatig gerapporteerd. En dit is volgens mij al een van de belangrijke uitdagingen. We missen een eenvormige en een transparante monitoring van etnische diversiteit. En dit zowel bij de studenten, waar er enigszins cijfers voor bestaan, maar ook voor het personeel, waar alle cijfers voor ontbreken. Maar het is enkel met systematische gegevens kunnen we problemen voldoende in kaart brengen en kunnen we ook de acties die we eventueel gaan opzetten wetenschappelijk evalueren. En natuurlijk besef ik dat het geen gemakkelijke operatie zal zijn, omdat etnische diversiteit zich niet zo gemakkelijk laat meten als genderdiversiteit. Etniciteit, gedefinieerd als veronderstelde afkomsten van groepen van mensen, heeft immers nationale, talige, religieuze en raciale componenten. Maar onderzoek laat wel degelijk zien dat het mogelijk is om belangrijke etnische verschillen in kaart te brengen. Voorlopig kunnen we nog met objectieve gegevens van migratieachtergrond en geboortenationaliteit van de ouders werken. Maar ik denk dat we op termijn ook moeten zoeken naar een betrouwbare manier om zelfidentificatie van mensen te monitoren. Aangezien heel veel Belgen van kleur, zeker van de derde generatie, ze binnenkort in de statistieken gaan missen als we enkel gaan vragen naar geboorteland of geboortenationaliteit van de ouders.
De Jonge Academie is niet de eerste organisatie die zich wil buigen over de problematiek van diversiteit en gelijke kansen in het onderwijs. Velen hier aanwezig zijn al jarenlang hard aan het werken op het thema. Maar onze hoop is wel dat we met de Jonge Academie een bijdrage kunnen leveren door verschillende actoren bij elkaar te brengen en initiatieven samen te brengen en hiermee ook onze krachten te bundelen. Maar waarmee we vooral het verschil willen maken is de introductie van de inzichten uit wetenschappelijke studies over dit thema. Ironisch genoeg ontbreekt net deze cruciale schakel dat van evidence-informed aanpakt in de bestaande initiatieven hieromtrent. Daar willen we dus 200% voor inzetten. En gelukkig is er ondertussen wel een stevige internationale wetenschappelijke literatuur gebouwd waarop we ons kunnen baseren. Hieruit vallen er heel wijze lessen te trekken, veel meer dan dat ik hier kan bespreken. Maar toch wil ik stilstaan bij twee heel belangrijke inzichten die voor mij ook een breuk vormen met het beleid dat we tot nu toe kennen. Ten eerste, in tegenstelling tot wat men vaak spontaan denkt, heeft ongelijkheid in het hoger onderwijs niet alleen te maken met de instroom, hoe groot de spreekwoordelijke vijver is waaruit universiteiten kunnen vissen, maar ook elke stap doorheen het hoger onderwijs draagt bij tot ongelijkheid. Bijvoorbeeld, als ik kijk naar mijn cijfers van mijn eigen universiteit, dan stel ik vast dat studenten uit etnisch-culturele minderheden niet alleen minder kans hebben om in te stromen vanuit het middelbaar onderwijs, maar ze maken ook veel minder kans om door te stromen en dus een diploma te halen. Een student met een migratieachtergrond heeft ongeveer 50% minder kans om te slagen in het eerste jaar en dan een autochtone student. Maar van diegenen die dan al slagen en met een masterdiploma in zak hebben, hebben die ook nog eens veel minder kans om door te stromen naar PhD-posities. En van de PhD-posities, van de PhD's die er rondlopen, maken er minder mensen kans om door te stromen naar een docentschap. En zo verder. En zo wordt bij iedere stap de ongelijkheid in het hoger onderwijs verder vergroot. Resultaat is dat je het aantal hoogleraren van kleur in Vlaanderen op één hand kunt tellen. Het zou dus een kardinale fout zijn om de verantwoordelijkheid van ongelijkheid in het hoger onderwijs volledig af te schuiven op de samenleving of het secundair onderwijs zonder onze eigen verantwoordelijkheid op te nemen. De instroom die er is, verliezen we momenteel grotendeels. Het is dus aan elke geleerding binnen het hoger onderwijs om verantwoordelijkheid op te nemen en meer aandacht te geven aan diversiteit en inclusie. Bovendien, ook voor wat er binnen het lager en middelbaar onderwijs gebeurt, dragen wij als instellingen van het hoger onderwijs een grote verantwoordelijkheid. De kwaliteit van het lager en middelbaar onderwijs wordt immers voornamelijk bepaald door de kwaliteit van de leraren. Maar het zijn wij die deze leraren opleiden. En wat blijkt? Slechts 17% van onze Vlaamse leraren voelt zich goed voorbereid om les te geven in een multiculturele of een meertalige setting. Dat zijn allemaal alumni van onze lerarenopleidingen. Ook leveren we amper leraren uit etnisch-culturele minderheden. Een recente cijfer hierover is dat 2,5% van onze Vlaamse leraren een niet-EU-migratieachtergrond hebben. En mijn vrees is dat bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen die men plant in te voeren, dit probleem enkel zal verergeren. Het is aan ons om dus aan de alarmbel te trekken en om dringend werk van te maken van ook meer lerarenopleidingen die meer inzetten op culturele diversiteit en inclusie. Dus samengevat, mijn eerste belangrijke inzicht is dat uitdagingen omtrent diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs ons probleem is. De uitdagingen zijn niet alleen beperkt tot instroom, maar ook wat instroom betreft dragen wij dus een belangrijke verantwoordelijkheid via onze lerarenopleidingen. Een tweede belangrijke inzicht is dat ongelijkheid niet kan gereduceerd worden tot de capaciteiten of vermeende achterstanden van de minderheden zelf. Wanneer we dat wel beweren, is dat een vorm van deficitdenken. Deficitdenken, denken in termen van achterstanden, draagt niet bij aan de oplossingen, maar maakt het probleem erger. Ik leg het even uit.
Als we bijvoorbeeld kijken naar een aantal initiatieven die onze instellingen de voorbije jaren genomen hebben om doorstroom van minderheden te versterken, dan kom je al vaak uit op allerlei cursussen en remitteringstrajecten om academisch Nederlands te bevorderen. Achterliggend idee is dat studenten met een migratieachtergrond met een taalachterstand instromen en dat het hun slaagkansen mee bepaalt. Nu, natuurlijk is taalvaardigheid een belangrijke voorwaarde voor uw slaagkansen. Niemand zal dat ontkennen. Taal is belangrijk. Maar wanneer we zeggen dat dat eigenlijk vooral een probleem is van bepaalde groepen van studenten, versterken we hiermee een stereotype beeld van een allochtoon student met een taalachterstand. En hoe goed bedoeld dat dergelijke initiatieven ook mogen zijn, de gevolgen van versterken van dergelijke stereotypen is enorm negatief. Dit is wat ook wetenschappelijke literatuur rond stereotype threat theorie verduidelijkt. Negatieve stereotypen, zelfs als ze goed bedoeld zijn, triggeren faalangsten bij gestigmatiseerde groepen die ook hun cognitieve prestaties blokkeren. Amerikaans onderzoek laat bijvoorbeeld heel duidelijk zien dat de score die studenten halen op een intelligentietest afhankelijk is van de mate waarin er een stereotype bedreiging aanwezig is. Wanneer bijvoorbeeld aan studenten wordt gezegd of ze wel nagaan, of ze wel even slim zijn als andere studenten met een IQ-test, dus wanneer er een bedreiging is, zie je dat etnische ongelijkheid veel groter is dan wanneer aan dezelfde studenten wordt verteld, wanneer aan dezelfde test wordt verteld, we gaan een aantal puzzels oplossen. Je ziet dat stereotype bedreigingen de ongelijkheden versterken. Bovendien, wanneer we de ongelijkheden in het hoger onderwijs reduceren tot vermeende tekorten van studenten, dan vergeten we ook vooral de dagelijkse ervaringen van vooroordelen, lagere verwachtingen en discriminatie die studenten en academici van kleur meemaken. Deze elkaar versterkende factoren liggen eveneens aan de basis van ongelijkheden, wat ik ook probeer te samenvatten als rat van ongelijkheid. Straks zullen we hier getuigenis over horen, maar empirisch onderzoek laat alvast zien dat studenten uit minderheidsgroepen veel meer sociale uitsluiting ervaren en zich veel minder thuis voelen op de campus dan studenten die tot een meerderheid behoren. Als het over discriminatie gaat, denken we vaak dat dat een iets uitzonderlijks is, iets dat zeker geen plek heeft op de campus. Wel, think again, deze ogen hebben de voorbije 20 jaren... van alles gezien en meegemaakt. Het zijn ervaringen die ik persoonlijk niet durf te delen. Voor zover ik ze niet verdrongen heb om geen zogenaamde slachtofferrol te spelen. Wat ik wel uit beschikbaar onderzoek kan meedelen, is dat een meerderheid van mensen van kleur discriminatie hebben meegemaakt. En dat discriminatie nog meer gebeurt in onderwijs dan in andere maatschappelijke sectoren. En het is eveneens uit onderzoek dat we weten dat raciale klimaat op de campus een van de belangrijkste verklaringen is voor etnische ongelijkheden in het hoger onderwijs. Anders gesteld, wie zich blind staart op achterstanden, vergeet misschien wel dat er ook sprake is van achterstelling. Dat dat niet altijd gaat om bewuste vormen van discriminatie, maakt het voor mensen die dat meemaken niet minder erg. Belangrijk om bij al deze problemen te vertellen is dat het niet gaat om een soort natuurwet wat we niet kunnen veranderen. Nee, we kunnen wel degelijk verandering brengen. En steeds meer wetenschappelijke studies laten zien dat je die ongelijkheden in academische prestaties kan aanpakken met gerichte acties. Het is dan ook daarom dat we hier zijn. In de komende 2 uren zullen we dan ook niet alleen stilstaan bij een aantal problemen die ik heb geschetst, maar vooral ook proberen te begrijpen wat we vandaag kunnen doen, wat evidence ons vertelt om die ongelijkheden aan te pakken. Want ongelijkheid in het hoger onderwijs, dat is ons probleem. Dank u wel.